Helmond Sport, Jong PSV, toch een soort streekderby. De twee ploegen die wel weer eens toe zijn aan een overwinning. Jong PSV won één duel in de laatste 12. En ook Helmond Sport is niet in beste vorm. 4 punten maar uit de laatste 8 wedstrijden. De eerste kans is voor dat talent uit Eindhoven. Poging van Milan Jiménez. Maar nog altijd 0-0. Helmond Sport natuurlijk de ploeg van Martijn Kaars. De topscorer van de keukenkampioendivisie. Anthony van den Hurk. Die iets voor Kaars staat en hem zo aan Giannis Botos geeft. Voorsprong Helmond Sport. En natuurlijk is het Botos die hem maakt. Want ze hebben meer spelers bij Helmond die het doelpunt kunnen maken. Dit is de 8e van Botos dit seizoen. Maakte al een hattrick tegen Roda vlak voor de winterstopwedstrijd. Spectaculaire wedstrijd die in 3-3 eindigde. Maar weer dus ook in die wedstrijd geen overwinning voor Helmond. Vorige week 2-0 verloren uit bij Dordt. En Jong PSV weer. En die bal die dwarrelt nog bijna binnen. Weer via Jiménez. Bij Jong PSV Serendi Sambo in de basis. Dat is de eerste speelminuten bij Jong dit seizoen. Vorig jaar nog gewoon 36 wedstrijden bij Sparta. Komt er in het eerste eigenlijk niet aan te pas dit jaar. Martijn Kaars. Momalahi. Helmond Sport op zoek naar de tweede. En die tweede komt hier ook bijna via Van der Hurk. Best een leuke wedstrijd. Twee ploegen die aan elkaar gewaagd zijn op de ranglijst. Ook niet zo ver van elkaar verwijderd. 14e en 16e. Kaars legt een breed. Dit is een schitterende aanval. En dit had misschien wel beter verdiend. Echt een hele goede aanval via Ludwig uiteindelijk afgerond. Maar Nick Schiks is ook een prima doelman. PSV voorzet op een kaart. En die komt dan Simons. Javon Simons voorzet is dit op zeker. Maar die dwarrelt zomaar binnen. Javon Simons met de 1-1. Geen familie van Xavi, maar wel een goal. En zo gebeurt er genoeg op de Braak. Helmond Sport dat zich al bijzonder snel herstelt. Want hier is het Anthony van den Hurk. En Helmond weer op voorsprong. Ze hebben er meer dan alleen Martijn Kaars die een doelpunt kunnen maken. Dat bewijzen ze vanavond maar weer. Helmond dat een hele lastige week had. Kon nauwelijks worden getraind. In zaaltjes die ze zelf moesten huren. Ja, want het veld was onbespeelbaar. Niet de beste voorbereiding. Geldt voor meer clubs in de keukenkampioendivisie. Heldhaftige redding van Pius Kratsme. Centrale verdediger bij Helmond Sport. Kaars dan. Kaars. 16 doelpunten. Nummer 17 laat nog even op zich wachten. Helmond leek even onderweg naar een play-off plaats. Door die matige reeks van de laatste weken is dat weer even in de ijskast terechtgekomen, dat plan. Nasso, metertje naast. Helmond dat gewoon weer wedstrijden moet gaan winnen. En met zo'n scorende spits als Kaars, dan weet je nooit waar het seizoen kan eindigen. Hier moet de 3-1 eraan komen, maar Ludwig heeft gewoon te veel kansen nodig. Helmond Sport heeft als team te veel kansen nodig. En het houdt Jong PSV dan in de wedstrijd. Na een uur wat wissels. Sambo onder andere gewisseld. Tai Abed, Bram Rovers en Wessel Koen zijn in het elftal gekomen bij Jong PSV. En die laatste, die neemt hem eens op zijn slof. Wat een goal van Wessel Koen. Geboren Helmonder ook nog eens. Wessel Koen, dit is zijn eerste in het betaald voetbal. En wat voor een. Schrijf maar op bij de mooiste doelpunten van het seizoen. Deze van Koen. En Helmond geeft dan dus voor de tweede keer deze avond een voorsprong weg. Kaars. Kaars in blakende topvorm eerder dit seizoen. Had deze misschien wel gemaakt. Schooien in tweede instantie ook niet. Grote kans weer voor Helmond Sport. Dat zichzelf maar niet beloont. Simons weer. Even aan het shirtje gepakt, alsnog de kans. Maar de redding is er van Van der Steen. Spannende slotfase zo. Wedstrijd die echt twee kanten op kan. Uneken
En die dwarrelt een beetje naast. Twee ploegen die zo ontzettend toe waren aan een overwinning. Maar hem allebei niet pakken. Met een punt schieten Helmond Sport en Jong PSV weinig op.